Hallo en leuk dat je weer kijkt naar Vragen Deventer. Zoals de meesten waarschijnlijk wel hebben gehoord, gaan er discussies rond over het vuurwerkverbod. Deventer wil als alternatief een centrale vuurwerkshow houden, maar wat vinden de Deventenaren hier eigenlijk van? Bent u voor of tegen een algemeen vuurwerkverbod? Ik was voor, ben nou zwaar tegen. Ik ben denk ik wel voor een vuurwerkverbod. Voor. Ik ben voor algemeen vuurwerkverbod. Ik ben grotendeels voorstander van tegen het vuurwerk. Mij maakt het eigenlijk niet heel veel uit, zeg maar. Voor legale vuurwerk en tegen illegale vuurwerk. En waarom? Omdat het veel overlast veroorzaakt, veel rommel en een hoop vernielingen. En gevaar ook voor hulpverleners, wat we afgelopen jaar hebben gezien. Het is wel gevaarlijk en ieder jaar zijn er wel heel veel gewonden, oogletsel. Het lijkt altijd een beetje op een slagveld met nieuwjaar. Wij vroeger hadden vuurwerk en het ging allemaal helemaal perfect en het was leuk en gezellig. Maar wat er tegenwoordig gebeurt, nou sorry hoor, maar het lijkt wel oorlog hier. Dat knallen, als ik zie de dieren, de honden hè, van mijn zus, nou ja, en de poezen, het is zo verschrikkelijk. Ben je voor of tegen een centrale vuurwerkshow? Ik ben zelf daar geen voorstander van. De belevenis van vuurwerk is dat je het zelf afsteekt, dat is veel leuker. Ja, absoluut, lijkt me heel leuk, ja. Want het is een traditie, dat moet je niet afschaffen. Ja, op zich is dat wel een goed compromis, denk ik. Tenminste, de mensen die van vuurwerk houden, hebben dan alsnog gewoon een feestje. Daar ben ik op tegen. En dan krijg je heel veel mensen op één hoop. En dat leidt vaak ook tot de schermutselingen. Nou, dat lijkt me fantastisch. Dat je daar samen het van oud naar nieuw viert. Ja, dan heb je in ieder geval één grote show in plaats van allemaal los vuurwerk. Leuk dat je hebt gekeken naar Vragen Deventer en tot de volgende keer.